Ik ben Silvia Delgado Labarriaga en ik doe onderzoek in een computer die kunnen gebruikt worden voor biomedisch onderzoek. Heel grote computers of veel netwerken. Ja. Dat heet e-science. Dat klinkt mooi, daar gaan we straks dieper op in. Hoe ben je hier beland geraakt? Waarom heb je hiervoor gekozen voor dit vakgebied? Nou, ik heb altijd, vond het altijd computers en medisch onderzoek heel leuk. Ik was als kind al, heb ik heel vroeg begonnen met programmering. En toen ik mocht kiezen wat ik ging doen, dan heb ik gekozen om de twee te combineren. Dus ik heb mijn eerste studie was in computer science. En daarna heb ik dus voor mijn promotieonderzoek heb ik voor medische beeldbewerking gecombineerd. Ja. En eventjes, hoe kiest een meisje voor programmeren? Want ik hoor nu nog altijd dat er te weinig ja, meisjes zijn die studies gaan volgen. Dus dat zal in jouw tijd zeker ook zo zijn geweest. Hoe kom je daarop? Nou, ik kom uit Brazilië vandaan en daar is het iets anders dan in Nederland. Ja? Gelukkig. Ja. We waren met 1/3 op de universiteit waren we meiden. Dus niet zo weinig als hier. Okay. Maar ik was altijd technisch ingericht. En ik had eigenlijk, computers is voor mij binnengekomen omdat de vader van een vriendin op school met computers zag. Ik ben ooit bij hem op bezoek gegaan op kantoor en zo. En toen was je gefascineerd. Ja, hier moet ik meer mee. Ja, je zei, ik begon ermee met het ook het visualiseren, in beeld brengen van de medische zaken. Wat was daar dan? Waarom vond je dat interessant? Ja, ik was al met mijn master was ik al bezig met grafisch. Dus ik heb computer animation gedaan. En toen was het idee om voor computer animation te gebruiken voor beelden, maar voordat je dat kan doen, dan moet je heel veel van de beelden uithalen. Wat zijn de delen daarvan dat je bijvoorbeeld met kleuren kan laten zien of in 3D. Dus je moet de modellen bouwen van de beelden. En daar heb ik dus mijn ingericht, want dat blijft nog steeds vandaag moeilijk. Wat is er moeilijk aan? Het is moeilijk omdat die beelden heel weinig, misschien kunnen we die ja, slices hebt, ja, zien. Ja, je hebt wel van jezelf meegenomen. Ja, we beginnen even met het eerste plaatje. Peter, als jij die even kan voorzetten, dan gaan wij kijken naar jouw been. Ja. Kijk, dat zien jullie in het filmpje. Ja, dus wat je ziet daar op de film. Straks? Hey, start hem er gewoon nog maar weer een keer tussendoor. Joh. Het is zo'n kort filmpje. Ja. Dus die film laat zien wat eigenlijk een arts meestal krijgt. Dat is een reconstructie dat je met een CT-scan van een been. En daaruit moet je halen dat een bot gebroken is. En dat is veel makkelijker als je dat in 3D kan zien. En dan als je de volgende film laat zien, dan kan je zien wat eigenlijk de doel, kan je zien daar die onderste bot gebroken, flink gebroken is. Maar dat is heel moeilijk om van die beelden, van die zwart-witte beelden te komen hier naartoe. Dat heb ik eigenlijk met de hand gedaan, mijn eigen data. Ja. Maar met de automatisch, wat je wil is dat een arts met een knoop zeggen, nou en dan laat me zien alsjeblieft de beelden in 3D. En dat is nog steeds, dat eist heel veel onderzoek om daar eigenlijk systemen voor te bouwen. Ja, dat kan, de arts kan dat nu nog niet. Ja, niet met één knoop nog niet, maar ze zijn veel beter dan ik heb thuis liggen. Ja. Dus bij het ziekenhuis gebruiken ze wel, maar het is voldoet nog niet wat je zou verwachten qua efficiëntie van een arts. Dus dat was mijn onderzoek op tijdens de PhD. En wat is daar de beperking nog? Is het de rekencapaciteit? Is het complexiteit van wat je op een plaatje ziet? Ja, vaak. Wat we moeten eigenlijk simuleren hoe een mens ziet. En dan we hebben heel veel, een heel groot gedeelte van onze hersens gaat over zien. Dus om dat te reproduceren blijft nog steeds heel moeilijk. En dat eist inderdaad heel complexe programma's. En die programma's dan eisen heel veel rekencapaciteit. Niet alleen om het eind op de dag van bijvoorbeeld bij de arts, maar ook daarvoor qua onderzoektraject dat je moet dit uitzoeken en dat uitzoeken. En dat eist gewoon heel veel, ook heel veel data en ook heel veel rekencapaciteit. En dat hebben ze tegenwoordig mensen nog steeds moeite mee met die laptops. Die worden elke keer beter, maar zijn nog niet voldoende om dit te kunnen doen. Nee, maar voor mensen die het misschien niet weten, ik hoorde onlangs een keertje een interview.
En daar vertelde iemand bij, hij was volgens mij betrokken geweest bij Jurassic Park. Mm-hmm. En dat zeg maar de computers die ze toen bij Jurassic Park gebruikten om, om die dinosaurussen te modelleren, zeg maar, dat er tegenwoordig in onze iPhone even krachtig zijn als de computers die ze destijds gebruikten om Jurassic Park mee vorm te geven. Dus de ontwikkelingen gaan wel heel hard, maar het moet nog harder. Ja, het moet harder. En elke keer dat je ontwikkeling hebt, dat is ook iets dat ik heel leuk vind in dit vakgebied, is dat elke keer dat je iets bereikt hebt, dan komt iemand langs met yet another idee. Ja. En dan is het dus weer opnieuw naar de teken. Het is eindeloos. Ja. Hey, nu ben je leader of the e-science research line. Wat is dat? Nou, e-science is een naam die gegeven was in 2000 ongeveer. Om te benoemen dat je heel veel geadvanceerd information technology gebruikt voor onderzoek. En dat doen we dus voor biomedische onderzoek. Dat betekent in feite dat je heel veel computers of heel ingewikkeld programma's gebruikt of heel veel data hebt. Dat is nu eigenlijk een term die heet big data. Die wordt elke keer meer bekend. Dus het eist heel veel nieuwe computers. Het moet grote computers, veel groter dan wij in het verleden hebben ter beschikking gehad voor de onderzoekers zelf. Want natuurlijk, die computers bestaan altijd. We hebben bij Sir Saris, was Sarah, dat was iets anders daarvoor. Maar het is, die grote computers zijn er. Maar ze zijn niet uitgebreid gebruikt voor iedereen. En mm-hmm. nu wordt het een beetje het drang dat veel meer mensen hebben behoefte om zo grote capaciteiten. Dus het wordt bedacht, hoe moet je dat instellen allemaal? En vooral in Nederland zitten heel grote organisatorisch en ook de politiek en maatschappij probeert dit te organiseren, zodat de innovatie voor onderzoek, maar ook voor business komt van die hoek. Mm-hmm. En dan wat we doen is proberen dat echt effectiever te maken voor biomedisch onderzoek. Dus we zijn als een beetje een brug tussen wat kan en wat moet. Ja. effectiever te maken, is dat tijdwinst? Wat is effectiviteit in deze? Ja, tijdwinst is wat wij zijn begonnen. Dus in plaats van één computer, als je 10.000 computers tegelijkertijd kan gebruiken, dan denk je dat je meer kan bereiken. Dat is een beetje, dat is natuurlijk niet zo direct te concluderen, maar het is wel, het kan veel beter dan met één computer. En dus dat wat wij hebben geprobeerd in het AMC vooral, werken we samen met mensen die heel veel data hebben. En een van de data, voor de mensen dat wij mee werken, die zijn neurowetenschappers. Die hebben heel veel scans van hersens, verschillende modaliteiten. Die laten zien verschillende dingen. En een van de methodes dat ze heel vaak moeten gebruiken, dat is juist om die stukjes in de hersens te herkennen. Die verschillende gebieden in de hersens. Dat willen daarna bijvoorbeeld metingen doen van wat is de volume, is het veranderd? Noem maar wat. Maar die methode, dus die brengt die zwart-witte beeld naar iets die kleur kan hebben, dat duurt minimaal 24 uur. En daar heb je voorbeeld volgens mij ook van naast elkaar gezet. Laten we even kijken naar hoe dat er dan uitziet. Moeilijk voor te stellen. Ik denk van zwart-wit naar kleur. Hoe ingewikkeld kan het zijn? Ik kan hier dan 1 uur praten over hoe ingewikkeld of meer. Ja. Maar wat inderdaad om van de grijze waarde te gaan naar die kleur. Dat je moet eigenlijk herkennen precies welke zijn de contouren van elke van de stukjes in de hersens. Dat je ziet die cortex, dat is wat heel veel wolletjes heet, dat is vrij moeilijk om te doen. Want dat zit ook niet scherp zwart en wit of grijs. Dat zit gewoon alles door elkaar. Dus die methode, dat is niet door ons ontwikkeld trouwens. Er zijn heel bekende software die gebruikt worden overal ter wereld. Ja. Maar dat duurt wel 1 dag. En normaal gesproken hebben ze dus 400 scans. We hebben een van de studies die gedaan zijn, was echt 400 scans, 1,5 dag. Dus het is 600 dagen als je daar op één computer doet. 600, ja. Ja, dat is best veel. Ja. Dus wat we hebben gemaakt is een systeem waarin je komt met je 400 dataset. En hij gaat dus verschillende computers in Nederland gebruiken daarvoor om die analyse te doen. En dan, ik weet niet precies uit mijn hoofd hoe lang het is geduurd, maar
theoretisch kan in één week in plaats van 600 dagen bijvoorbeeld. Als het tegelijkertijd kan. Dat is best mooi. Dat is grote winst. Ja. Nou, wat jij inderdaad net zei. Hè? Want ik kan me voorstellen dat je... Nu zien jullie deze mogelijkheden. En omdat het hiervoor eigenlijk zo ver weg was... komt dit nu weer zo dichtbij. Dan worden de eisen vanzelf ook weer groter. Dan wil je ook weer andere dingen. Ja, dus we hebben die systeem al 5 keer geïmplementeerd inmiddels. Ja. Dat is begonnen heel klein en dan nu doet het. We zien het, wat daarbij komt, is dat het moet altijd makkelijker te gebruiken zijn. Want wij zien het, die mensen worden nog steeds belemmerd door de ingewikkeldheid van de hele computers. Sommige interfaces, iedereen is nu gewend aan heel eenvoudig apps. En 1 klik, 2 kliks, dan heb je alles. En dat is lang niet, dus daar werken we naartoe. Ja. Want dat merk je. Want wie zijn dat dan? De chirurgen, de specialisten, et cetera, die het te ingewikkeld vinden? Wie vinden het nu te ingewikkeld? Die biomedische wetenschappers zijn meestal psychiaters of psychologen of... artsen die willen een meting op de hersens doen. En die mensen hebben... ik denk dat nu... We kunnen niet zeggen dat ze geen technische achtergrond hebben. Want iedereen gebruikt tegenwoordig een computer. Ja. Maar het blijft inderdaad dat ze niet willen weten. Dit is bijvoorbeeld in Groningen gerekend. Dat wil niemand weten. Want dat is totaal niet belangrijk voor de metingen dat je wil doen op de hersens. En dat is juist wat we proberen te doen. Elke keer... Te scheiden en met... Wij hebben nu een heel net interface dat maar inderdaad met een paar kliks kan. Ja. Dus dat wil, maar dan elke keer dat je klaar mee bent, ik denk, maar dat moet ook nog op een iPad of op een tablet interface passen. Want je hebt een groot scherm voor nodig. Ja, dan begin je opnieuw de ontwikkeling om, om dat leren jullie of kijken jullie heel erg naar die publieks toepassingen? Want daar is het natuurlijk cruciaal. Want anders, je zou kunnen zeggen, in je werk heb je soms nu eenmaal dingen nodig. Dus dan ben je bereid om grotere stappen te zetten. Ook als dingen misschien een beetje onhandig zijn of een beetje... onze dagelijkse praktijk doen we dat niet. Elke klik te veel, dan zijn we weg. Dan gebruiken we een app niet meer. Dus kijken jullie, we kijken dat. Dat is natuurlijk een totaal andere taak van sport. Want wij, onze echte onze expertise ligt in distributed computing, heette dat. Hoe kan je dat bewerking in verschillende computers doen tegelijkertijd? Maar we moeten toch leren. Dus we hebben inmiddels, we proberen bijvoorbeeld nu een samenwerkingsverband. Dat doen we vaak in samenwerking met andere mensen. We werken samen met mensen van informatica. En nu proberen we met industrial design te gaan samenwerken. Om te kijken, hoe kan dat beter en hoe. Ja. Ja. Is dat iets van deze tijd? Dat er meer projectgroepen of groepen komen die van verschillende disciplines... dan vroeger, is dat anders nu of niet? Ja, ik denk dat wel. Dat is zeker de karakter van dit e-science. Dat moeten echt mensen van technologie, maar ook mensen van die wetenschappelijk gebied samen. En bijvoorbeeld in de ziekenhuis, je zou denken, jullie maken de brug tussen informatica en biomedisch wetenschap, maar dat zegt totaal niks. Want een neurowetenschapper die werkt met beelden, die heeft totaal andere taal en achtergrond dan iemand die met genomics werkt. Mm-hmm. Ja, dus zijn totaal andere soort data, die methoden zijn anders. We hebben eigenlijk in onze groep mensen die praten met de beelden en mensen en die praten met de DNA mensen. En het zijn totaal verschillende achtergronden. Het is best, ik vind het persoonlijk leuk, maar er zijn mensen die daar moeite mee hebben. Want als je wil, ik wil alleen maar programma's schrijven, dus die bestaan nog steeds. We zoeken altijd mensen met een beetje bredere insteek. Moeten jullie ook nog veel aan evangelisatie doen? Moet je de mensen de kracht van de mogelijkheden nog veel over vertellen? Ja. We zijn nu, we hebben iets dat we denken, dat is leuk en het is wel waardevol. En we hebben ook geld voor, want we krijgen meestal geld voor onderzoek in de computer science. En dan moet je ook nog communicatie daarmee doen. Dat moeten we altijd heel creatief omgaan. En we proberen filmpjes te maken, in praatjes te houden, in posters. Ja, het blijft om de mensen te bereiken. Maar zoals je zei, als die programma iets doet
dat waardevol is, dan is het geen probleem. Nee. Maar als het 2 kliks doen extra en dan denken, oh, dat is niks, dan is het... blijft niemand het meer. Ja, dan nee. is dat het heel... Zit, we moeten altijd denken, wanneer is het een moment om dat echt de reach-out te doen? Ja. Ik denk dat we nu klaar voor zijn. Okay. Ja. En je hebt zelf ook nog een filmpje gemaakt om uit te leggen hoe dat... Ja, heel naïef, maar oké. Okay. Nee, maar ik vind het is op meerdere manieren, denk ik, wel een mooi voorbeeld. Want het laat eigenlijk ook zien hoe eenvoudig het voor... ons die niet, zeg maar, tenminste, ik spreek voor mezelf, maar ik ga er een beetje vanuit dat voor jou ook geldt, want anders had je hem anders gemaakt. Hè? We krijgen nu dankzij de mogelijkheden van internet tools tot onze beschikking die we hiervoor niet hadden. En in dit geval heb je een heel eenvoudig filmpje kunnen maken waarin je uitlegt hoe zo'n netwerk van computers werkt. Ja, ik vind hem leuk. We gaan hem even kijken. Vertel maar even als het... Oké, dus dit filmpje heb ik dus gemaakt met die software die heet Videoscribe. Dat is een software die doet dit alles automatisch. Dus een beetje over de programma's te praten. En die film laat zien dat wat zijn de componenten dat het belangrijk zijn. Dus je hebt een wetenschapper en die gaat data verzamelen. En die data, ja, ik heb hier 4 hersens getekend, maar eigenlijk zijn heel veel meer. En die wetenschapper dan gaat dit berekenen op 1 computer meestal. En, en dan inderdaad, als je het inderdaad op 1 computer alleen doet, of je, dat duurt heel erg lang. En het kan bijvoorbeeld 600 dagen duren. Dat doe je eigenlijk absoluut niet. Maar tegelijkertijd, wat we hebben in Nederland, is iets die grid heet. Dat hebben we eigenlijk in meerdere plekken in Europa. En wat een grid voor staat, is puur een netwerk van computers dat je kan op afstand gebruik van maken. En die blijft een beetje moeilijk te gebruiken door de neurowetenschapper. En daarvoor hebben we dus iets die heet Gateway gebouwd. Dat is een webportal. En daar op die webportal dan zet je de data van de verschillende hersens. En dan die hersens worden dan tegelijkertijd berekend op verschillende plekken in Nederland. En dan is het sneller. Dus dat is een beetje het... Nou, prachtig toch? Videoscribe heet... Ik vind hem hartstikke leuk. Hey, maar hebben we al genoeg computers in dat grid staan? Zouden er nog veel meer moeten staan? Of moeten we slimmer omgaan met computers? Waar zitten? Is meer de oplossing? Is sneller de oplossing? Nou, ik denk dat... Ja, natuurlijk, we hebben altijd meer nodig. En we hebben altijd sneller nodig. Maar we hebben nu een uitdaging om dat inderdaad te benutten. Want het is mogelijk nu heel veel data te verzamelen. Iedereen zit met eigen foto's. Ik hoef vaak kijken terug naar die foto's. Hoe vaak kun je die foto's terugvinden als je wil terugkijken? Ja. Dus dat is precies hetzelfde met wetenschappelijk data. En dat is denk ik heel belangrijk voor de toekomst in... Vooral voor medische onderzoek. Want er is heel veel bekend al. Maar dat zit verspreid. Dat zit in verschillende hoofden, verschillende systemen. Dus ik denk dat nu de uitdaging is inderdaad integratie en samenwerking met die data. En dat is dus wat nu heel veel bedrijven zitten daarop. Dus het heet Big Data Challenges. En dat zijn dus oplossingen voor bedacht. Maar ik denk dat niet alleen biomedische wetenschappen, maar ook... financiële bijvoorbeeld, zijn ze heel benieuwd naar, zie ik hier een trend of niet? Defensie. Mm-hmm. Daar heb je ook heel veel behoefte aan informatie halen uit data. Dat is de grote uitdaging. En natuurlijk hebben we heel veel computers, maar ja, die hardware hebben we... De uitdaging voor de hardere kant nu is dat green te maken. Dat niet zo, weet je, dat je moet niet een powerplant naast een supercomputer parkeren om die supercomputer te kunnen draaien. Dat is wel die uitdaging. Maar ik denk dat voor ons als onderzoekers is eigenlijk te benutten. Ja. Dat blijft moeilijk. Ja, en want je zegt dat het idee is makkelijk uitgelegd. Als er meer data komt, kun je meer dingen met elkaar vergelijken, aan elkaar knopen, et cetera. Maar inderdaad, hoe doe je dat op een waardevolle manier? Want alleen veel data, ja. Maar... Ja, het zijn nieuwe methodes natuurlijk. Je hebt dat zijn dus computerprogramma's die heel, heel lang kunnen draaien dan. Met proberen een beetje alle verbindingen te vinden.
Of het zijn een beetje kunstmatige intelligentie. Niet met die naam, want natuurlijk elke zoveel jaren heb je een nieuwe naam voor, ja. Voor een beetje hetzelfde onderwerpen. Maar dat, nu heet het data mining. En visual analytics is een grote woord. Dus visual analytics heb je dat je een mens en een computer samen kunnen dus misschien een pattern herkennen. Dat was wel iets bedacht door de Amerikanen na die aanval in Amerika. Ja, hebben ze een hele lijn van onderzoek getekend en geld voor gegeven. Want ze hebben na die aanval hebben ze zich gerealiseerd dat de daad aanwezig was, maar ze hadden niet kunnen concluderen. Ja. Dat heette dus nu een beetje. Dus echt, ik zie patronen, kan ik iets maken van de grote hoeveelheid data. Ja. Blijft dat ook niet het boeiende, zeg maar, van het hele verhaal? Van die, natuurlijk, die computers die kunnen fantastische dingen, maar kennelijk kan dat brein van dat mens ook weer zoveel andere dingen. Dat vind ik ook, blijf ik fascinerend vinden. Het blijft. Want je ziet eigenlijk op meerdere terreinen. Je ziet aan de ene kant zie je. Als je online zie adviessystemen. Hè, van wat vind jij goed, mooi, et cetera. Dat is natuurlijk ook allemaal een verzameling van data. En die als het goed is herkent van wat je al gedaan hebt. En tegelijkertijd is het ook altijd weer belangrijk dat er menselijke gidsen van smaak blijven. Dus is die combinatie inderdaad mens en computer, is dat een... Ja, dat geloof ik persoonlijk in. Dat was mijn promotieonderzoek over. Ja. Voor beeldenbewerking. Ik vind dat de krachtiger oplossing is. Maar ik moet zeggen dat ook nu, als je ziet de hoeveelheid data die genereerd wordt, het is niet menselijk mogelijk meer. Nee. Dus het moet wel een minimaal filtering voor staan. En dan is het hoe goed zijn die filters dat wij kunnen bedenken om de informatie uit te houden. Ja, want misschien willen we wel allebei dat we nodig blijven als mens, zeg maar. Misschien ja, is het wel de dat ook leuk is, toch? Dat wij meedenken ook. Ja. Hey, wat zijn jouw ambities op jouw vakgebied? Wat wil je bereiken? Nou, ik wil echt iets bouwen die nuttig is en die kan lang blijven. Iets fundamenteels bijdragen. Ik denk dat computers kunnen heel veel. En heel veel mensen kunnen iets doen met computers. Maar we hebben fundamentele problemen die nog trager maken. Hoe kan ik dat uitleggen? Dat gaat trager dan het zou kunnen eigenlijk. Mm-hmm. En dit zijn fundamentele problemen. Bijvoorbeeld, hoe kan je echt begrijpen wat iemand nodig heeft op een systeem. En dan de systeem gaan bouwen. Er zijn heel veel mensen, dat heet af en toe zelfs engineering. Het is niet eens onderzoek of wetenschap. Maar het blijft moeilijk. Ja, ik denk dat we zien de beperkingen in die systemen in onze dagelijks leven als burgers. We zitten te vechten al, dat kan niet en dat kan niet. Alles kan. Ja. De computer kan doen alles, maar we kunnen dat nog niet. Nee. Dus ik zou het wel een fundamenteel bijdrage kunnen hebben die iets langer blijft dan die hype of the moment. Dat is een beetje. Dus nu is big data, dus ik richt me compleet op en ik ga daarvoor. Maar ik wil dat, wat blijft aan het eind van de dag, dat wil ik. Dus als in 10 jaar iemand nog weet wat ik heb gedaan, dan vind ik leuk. Ja, die ontwikkelingen gaan zo hard. Dus heb je zeker dan iets goeds gedaan. Hey, hoe werken jullie de dingen waar je aan werkt? Hoe besluit je of je waar je aan gaat werken? Is dat vraaggericht? Zijn het collega's van jullie die tegen problemen aanlopen en gaan jullie naar de oplossing verzoeken? Of zien jullie ontwikkelingen en denken jullie zouden hier iets mee moeten, want het zou je werk zoveel beter maken? Hoe gaat dat? Ja, dat is dus vooral de tweede. Dus we lopen een beetje voor in dat. Omdat ik dus onze achtergrond is computer science. Dus we zien meer wat kan. Ja. En we zien dat het probleem komen. Maar om mensen te kunnen echt helpen, dan moeten we wel de tweede doen. Dus we doen een combinatie van beide. Daar is bijvoorbeeld die gateway dat we hebben gebouwd een goed voorbeeld voor. Want we hebben heel veel geïnvesteerd in de achtergrond. En dan op een moment dacht ik, oké, dat is goed voor jou op dit manier. En toen hebben we dat dus voor hun een echt probleem opgelost. Ja. Ja, het blijft tussen de onderzoek en de toepassing. Ja. Hey, als je de tekening maakt van je grid, dan zie ik eigenlijk alleen maar computers in Nederland staan.
Is het zo lokaal bepaald of staan ze over de hele wereld? Nee, ditzelfde. Onze grid is aangesloten aan de Europese grid. En eigenlijk heet het Europese grid, maar er zijn 350 locaties overal ter wereld die computers hebben. Dat is echt een heel groot aantal computers. Ik zou niet kunnen zeggen hoeveel petabytes en hoeveel weet ik veel van geheugen en zo beschikbaar is. Nee. En dat kan. De reden dat we niet zomaar kunnen gebruiken, dat heeft te maken met privacy van data en zo. Dus in Nederland hebben we sommige aspecten geregeld dat wij een bepaald soort onderzoek mogen doen. Maar het eigenlijk. We werken samen met mensen overal ter wereld. Ja, ja, want wat je zegt, dat wisselt natuurlijk nogal. Bijvoorbeeld Duitsland is volgens mij heeft een heel andere wetgeving en regelgeving, volgens mij, als het over privacy gaat. Ja, heel streng. Ja, moet je dan per opdracht, per klus, per denk je dan over na welke computers kunnen we in? Moet je daar echt over nadenken? Ja, we hebben natuurlijk voorwaarden. Dat is zeggen, als je dit en dit en dit doet, dan is het redelijk veilig. Maar we werken ook samen met mensen van de Informatica Instituut, van de UvA. Die zijn echt experts in security. En we proberen ook te bedenken, hoe kan dat inderdaad veilig? Want zeggen dat het niet kan, dat is ook geen oplossing. Dus we proberen een oplossing te vinden. Maar dat gaat vaak over meer gedragsafspraken dan eigenlijk techniek. Dat is een beetje grappig. Want dus je moet zeggen dit en dit en dit moet doen voordat je die data op dit manier naar de grid stuurt. Dus dat is een beetje handmatig. Dat is niet zo ideaal op dit ogenblik. Nee, maar grappig, ik moet eens aan denken. Vandaag was er iemand en die vroeg aan mij van, of die vroeg in het algemeen op Twitter. Hij wilde een gesloten groep waar 50 mensen konden brainstormen over ideeën. En dat moest dan veilig zijn. Nou goed, dus ik zei Google Plus, maar goed, hij zegt, we willen niet dat Google alles weet. Ik zeg, maar als jij denkt dat LinkedIn beter is. Maar uiteindelijk was mijn verhaal van, volgens mij is het grootste gevaar in die 50 mensen. Het eerste gevaar zit in die 50 mensen zelf. Want volgens mij komen de meeste verhalen naar buiten door mensen zelf naar buiten treden. We moeten eigenlijk ook op een heel andere manier ook daarna kijken. Veiligheid is ook zo'n relatief woord. Hè? En privacy ook, hè? Ja, privacy. Ik denk ook, dat ook de nieuwe generatie een totaal andere beeld van privacy heeft dan mijn generatie. Ja. Want ja. Hey, hoe is voor jullie samenwerken veranderd dankzij de digitalisering? Oh, zeker, ja. Nou, alles is online nu. Alles kun je. Ja, ik werk met mensen. Ik heb al artikelen gepubliceerd met mensen dat ik niet persoonlijk heb ontmoet. Ja. Dat was wel. Dat is best. Leuk om te doen. Dat je gewoon, je praat met mensen. Het was ook een AIO van ons. En die heeft het gewoon gezegd. Oh ja, die hebben elkaar ontmoet bij een conferentie waar die paper gepubliceerd waren. Die hebben echt per Skype, per dit en dat. Ja, dat kan. En dat, ja, het is. Ik moet zeggen dat die leuke en die nieuwe ideeën komen meestal bij een koffie. Ja. En niet zozeer als je zit, weet je, als je een videoverbinding hebt, dan kan wel die verband. Anders, het is functioneel, normaal is het contact functioneler. Het blijft, weet je wat, die diners en de borrels, dat blijven nog die inspirerende momenten te zijn. Ja. En dat heb ik ook gehoord van iemand die bij Google werkt. Hij zei, nou, ik moet een telefoonnummer en een kaart hebben in Amerika. Hij woont in Zwitserland. Omdat, ja, dan mensen hebben een idee dat ik in Amerika ben. En dan gaan ze met mij dingen delen dat ze niet delen als hij in, weet je. Dus, was verbaasd, want Google was een groot. Dat was een paar jaar terug. Misschien is het nu compleet veranderd. Maar ik vond het wel opvallend. Want dat is een van de eerste grote bedrijven die grootschalige gewoon mensen thuis laten werken. Ja. En, maar dat blijft zo dat de politiek, weet je, en de strategische dingen blijven een oogcontact belangrijk voor te zijn. Ja. Nou. Maar hou jij er bewust rekening mee? Organiseer je ook bewust die borrels, zeg maar? Borrels, natuurlijk. Ja, daar ben ik. En natuurlijk af en toe ga je naar conferenties puur om mensen te ontmoeten. Niet omdat het moet. Want je hebt alles informatie online. Is overal, dat hoef je niet. Maar het is voor de persoonlijk contact. Ja. Ik denk dat sommige dingen, vooral dit moet dus disciplinaire aspect, is denk ik belangrijk nog. Dat je kan heel snel
kijken als het de verkeerde kant gaat, communicatie. Want die culturen van communicatie zijn heel anders. Mm-hmm. En af en toe heb je zonder weten, zit je in een verkeerde... Ga je een verkeerde been en dan, oh, dat was niet wat ik bedoelde, maar dan ben je heel ver. Dus ik denk dat persoonlijk blijft nog steeds moeilijk. Ja. Ja. Hey, ben jij een... Het is een beetje een vraag waar ik het antwoord misschien zelf ook kan geven. Maar ik moet ineens denken, de laatste tijd lees ik wat stukken in de krant van mensen die boeken hebben geschreven. En dat zijn zeg maar meer de techno-pessimisten. Jij bent een optimist als het over de technologie gaat? Ja, ik hoop nog. Ik zie sommige dingen niet de goede kant gaan, maar ik vind het... Ik ben gegroeid in een military dictatorship. Dus ik vind zo te veel centralisatie van informatie, dat vind ik altijd eng. Ja. Want het kan altijd misbruikt worden. Dat zien we ook. Deze dag, we hebben vorige week nog gehad dat alle afsluisteringen... Die blijft bestaan. Het is ontzettend makkelijk om dat te doen nu. Hè? Het is ook, mensen zijn niet bewust van wat... Nou, maar ik vind, dat kan niet zonder. Het is zo simpel als dat. Ja. En het is leuk. Het is gewoon boeiend. En mijn ding is eigenlijk altijd... uiteindelijk die technologie, die doet niks fout, zeg maar. Zijn toch, als er iets fout mee gedaan wordt, zijn het de mensen die iets fout doen? Ja, dat is heel snel. Ja, dat is ook. Maar dat koop ik niet, want... het kan beter. Ja, dat is waarom jij je werk doet. Ja. Nou, ontzettend bedankt. Nou, dankjewel.